Maar eerst aan jou, Frank, want boze boeren zijn weer onderweg naar Brussel natuurlijk. Het was eventjes rustig, hè? Een tijdje hebben we er wat minder van gezien. Maar nu met die verkiezingen voor de deur, die Europese verkiezingen, laait het dan toch weer op. Toeterende trekkers uit onvrede over het landbouwbeleid. Hier zie je dat ze zelfs per pond op pad moeten. Ze zijn namelijk onderweg naar Brussel. Verschillende boeren die verzamelen daar vandaag uit allerlei Europese landen over in die Belgische hoofdstad. Omdat er een groot boerenprotest is. Om 12 uur gaat dat straks van start in het Atomiumpark daar in Brussel. En ja, op de trekker die kant op, dat duurt even. Er zijn veel boeren gisteren, zoals je ziet, of afgelopen nacht ook vanuit verschillende plekken in ons land al op pad gegaan. Ik heb Alexander Bakker aan de telefoon, Europa-correspondent voor de Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebben ze door dat er eigenlijk vrijwel niemand is? Nou ja, dat vroeg ik me ook af. Dit protest is al maanden geleden aangekondigd. Echt bedoeld als laatste signaal naar die Europese verkiezingen. Want we hebben de afgelopen maanden natuurlijk heel veel boerenprotesten gezien. In verschillende lidstaten, maar ook in Brussel. Vorige week zelfs was er nog eentje in Brussel. Maar inderdaad, de meeste politici die zijn allemaal in eigen land campagne aan het voeren. Ja, heeft zo'n protest dan eigenlijk nog wel zin, 2 dagen voor de verkiezingen? Ik denk dat ze toch gokken op veel camera's. En die camera's die komen vaak ook als het een hoge opkomst is. Farmers Defence Force in Nederland is een van de organisatoren. Die hebben aangegeven, ja, dit moet zelfs het grootste boerenprotest ooit worden in Europa. Ik merk bij de Belgische politie dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze nou moeten kunnen verwachten. Ze hebben het over misschien komen er een paar honderd trekkers naar Brussel. Maar het kunnen er ook duizenden zijn. In ieder geval zet Brussel zich schrap. Want een aantal van die protesten in Brussel zijn eerder ook uit de hand gelopen. En ze proberen het ook de verkeerschaos een beetje in goede banen te leiden. Zo zijn er vanuit Nederland 3 routes. Niet over de snelweg, ja, maar over regionale wegen richting Brussel, waarop ook dus de Nederlandse deelnemers mogen rijden. En jij noemde al Farmers Defence Force als een van de organisatoren. Ik begrijp dat LTO en Agractie niet meedoen. Hebben we dan te maken met de wat radicalere boeren in dit geval? Nou ja, zo wordt Farmers Defence Force natuurlijk wel gezien, ook door de boerenprotesten in Nederland, waar het af en toe wat grimmiger was. En je ziet inderdaad LTO in Nederland, maar ook bijvoorbeeld de Boerenbond in België, de zusterorganisatie, heeft gezegd van ja, bij dit protest willen we niet betrokken zijn. Okay. Terwijl ze dat eerder wel waren. Ja, nou, ze hebben in ieder geval 1 Europarlementariër bereikt, want Malik Asmani zit hier aan tafel. Dank voor jouw toelichting. Die heeft meegeluisterd, inderdaad. Ja, en als we naar het hoofdlijnenakkoord van jullie kijken, dan staat het natuurlijk in met lef alles op alles zetten. Ook als het om de boeren gaat, om toch nog iets voor elkaar te krijgen in Brussel. Hoe ziet u dat eigenlijk? Is dat kansrijk? Nou, ik vind dat er altijd een goed balans moet zijn tussen ondernemen, in dit geval boeren natuurlijk, en de natuur. Mm-hmm. Maar toch weer naar Brussel om te kijken of er een uitzondering mogelijk is. Zegt u, is dat kansrijk? Nou, ik vind wel dat je, dat is mijn ervaring ook als Europarlementariër, je kan wel veel in Brussel bereiken door dialoog, door het gesprek met elkaar aan te gaan. Ook waar je tegenaan loopt, wat niet kan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat we onze natuur versterken in die gebieden. Maar ik zeg dan tegelijkertijd, daar hebben boeren een grote rol in. Dus, en die boeren voelen die rol ook in als ze die goed inzetten. Dus je moet met elkaar ervoor zorgen dat je een goed balans hebt tussen enerzijds het boeren, waar we trots op mogen zijn hier ook in Nederland, en aan de andere kant ook de natuur behoud en natuur. Snap ik, maar heeft het nut om nog weer naar Brussel te gaan vanuit Nederland? Ja, zie je, ik bedoel, we hebben het, ja, ik zie mevrouw Jessicus knikken, maar het is natuurlijk al jarenlang geprobeerd, toch? Zeker. En Rutte en Adema zeggen ook van dat... Maar dat wil niet zeggen dat je het niet nog een keer kunt proberen. We hebben straks ook verkiezingen. Wellicht is daar ook een nieuwe dynamiek en een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Dat kan ook. En ondertussen moet je ook helder zijn over de doelen die je hier wil bereiken. En we hebben ook in het akkoord gezegd... En zolang de regels gelden zoals ze gelden, dan hou je er ook aan. En ik vind, weet je, iedereen heeft ook het recht om te demonstreren, om zijn of haar geluid te laten horen. Ik hoop wel dat dat gewoon netjes gebeurt en andere mensen niet onnodig in gevaar brengt of op andere manieren. Dus terwijl ik zat te kijken, dacht ik vooral daaraan. Van, nou, doe het dan op een manier veilig, dat het niet alle politiecapaciteit van al die landen kost om dit goed te doen. Dan bij deze die op.